Goeiedag. Hallo. Je kwam ook even kijken. Yes. En dat doe je vaker of af en toe? Heel af en toe sta ik hier. Ja. En heb jij dat hele gebeuren rond Borgers wat een beetje meegekregen? Vernieling, auto's die als gek een scheuren, kennen die bijna ons erboven worden gereden? Nou, het meeste hoor ik over de rommel bij de skatebaan. Rommel bij de skatebaan. Ja. En wat vind jij in het algemeen van Borgers wel qua rommel en zo? Nou ja, de rommel zie je overal wel. En ja, dit zijn toch de plekken waar jeugd hangt. Want ja, waar moeten we verder staan? Hey, dus ja, dat hoor ik vaak. Waar moeten wij verder staan? Dus jullie missen dan eigenlijk wat? Ja, wij missen wat. Een chillplek. Ja, maar er staat ook nergens een prullenbak. Dat is leuk dat je zegt, want je hebt dat andere gesprek niet meegekregen, maar dat werd net ook even genoemd. Dus dat is wel een van de dingen die we dus tegenkomen. Het is wel klagen over rommel, maar als je geen prullenbakken neerzet, dan krijg je dat. Ja, daarom, ja. Maar wat vind jij over het autogebeuren in Borgerswold? Buurtbewoners worden gek van het lawaai, zien auto's racen door de Brinklaan heen. Wat is jouw ervaring? Nou ja, we trappen allemaal wel een keer het gas in, maar echt racen, ja, dan moet je naar een plek gaan, industrieterrein. Dus ja, ik vind het een beetje overdreven of zo? Ja, je mag het zeggen. Ja, je mag je eigen mening vertellen, want dat is belangrijk. Tuurlijk, er zijn genoeg 18-jarigen tot, wat zal ik zeggen, 40 jaar, die trappen allemaal een keer het gas in. Oké, moet niet zo zijn dat iedereen maar loopt te scheuren waar kinderen rond fietsen lopen of iets, maar we trappen wel een keer het gas in. Je zegt het gebeurt wel eens een keer, maar ik zie het niet echt vaak. Nee. Ja, als zeg ik het verkeerd. Ik zit hier meer, ja, dan kom je met een groep aanscheuren. Dat vind ik, ja, dat is hier, maar ik zie het niet echt op de weg. Nee, ik zie het zelf niet. Dus wat de kranten wel geschreven, dat zeg je, dat is een beetje. Ja, ik heb het zelf nog niet gezien. Nog niet gelezen? Nee. Okay. Maar als ik zeg tegen jou dat mensen toch wel beginnen te ergen en dat het extreem is dat ze dat vertellen, dat ze iedere dag maar weer, dan zeg je, ja. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Ja, mensen, sommigen die overdrijven snel, die, ja, maar je hebt er ook mensen bij, oké, dan is het gewoon zo dat bepaalde mensen daar scheuren, ja. Begrijp ik een beetje van, ja, het gebeurt wel. Maar dat het zo overdreven is, en toch is er een stukje overdrevenheid van mensen dat het zo extreem is. Ja, dat komt misschien omdat ik het zelf nog niet echt heb gezien. Oké, nou, dat is belangrijk. Hè? Jij bent al regelmatig zie je hier zoiets, dus jij ziet meer dan mij. Dus jij hebt meer ervaring dan mij wat jij hier ziet. Ja, nou ja, nou, normaal sta ik hier of ben ik aan het werk. Dus het is ook niet zo dat ik het heel Veerdam zie. Nou ja. Ik begrijp je vooral. Ja. Ja, bedankt.